Zo, welkom terug. We gaan door naar de volgende gang. Voor de volgende gang hebben we een gerechtje gemaakt met geroosterde bloemkool. Dus die hebben we in dit bakje aangeleverd. Dan hebben we een crème gemaakt op basis van mosterd. We hebben een kruidenpesto gemaakt. We hebben wat Parmezaanse kaas. En we hebben hier wat broodcrème. Dat hebben we opgebakken uit gepoefde knoflook met wat pijnboompitten. En wat krokante uitjes. Nou, hoe starten we dit gerecht? Ik zet de bloemkool in de oven. Kijk wel uit dat als de hitte van boven komt, dat het dekseltje dan verbrandt. Ik heb dat zelf gehad. Ik ging thuis koken en bij mij verbrandde dus het dekseltje. Dus ik haal het dekseltje eraf. Ik doe de bloemkool er 3 minuutjes in op 180 graden en dan is hij top. Timer aan. Ja, de bloemkool zit erin. Ik had dan al een pannetje klaargezet met kokend water. Dus eigenlijk de mosterdsaus, die kan daar meteen in. En op de tijd dat de bloemkool klaar is, dan is deze ook warm. Zet het water uit, of het vuur uit, als het water aan de kook is. Want dan anders breekt het zakje en dan zit er saus door het hele pannetje. Nou, in de tussentijd maak ik de andere bakjes open. En is het nu gewoon heel eventjes wachten. Dus we moeten nu nog anderhalve minuut wachten. En dan maken we hem samen af. Oké, na nog 5 seconden. Zorg dat je een doek bij de hand hebt, dan kan je de bloemkool eruit halen. Hoppa. Ik haal het bakje met de bloemkool uit de oven. En vervolgens het zakje met de saus ook eruit. Ik begin met de bloemkool eigenlijk in het midden van het bord te leggen. Wat ik zei, we leveren hem eigenlijk al gegaard aan. Dus het enige wat we in de oven hebben gedaan is om hem echt extra warmte te geven. Dan kan je hem mooi insmeren met die kruidenpesto. De saus eroverheen. En om het gerechtje af te maken, de kaas over de bloemkool. En dan als finishing touch, mooi de krokantjes. Zo hebben we echt alle smaken super mooi erin. Ja, dus hele mooi op de barbecue geroosterde bloemkool. Daarover een pesto van verse kruiden. Wat Parmezaanse kaas. Een saus gemaakt op basis van mosterd. En om het af te maken wat uitgebakken broodkruim. En wat pijnboompitjes en krokante uitjes. Eet smakelijk.